Journey. Ja. Wie is je lelijkste scharrel? En je moet een naam. Of je gaat chappen. Ik ben in Amsterdam in een parkeergarage, lange dag achter de rug. We gaan nu langs Journey. Draghi is er ook. Gaan we een aantal challenges doen. En ik zie jullie daar, man. Zijn we weer. Alleen dit keer doen we het bij Journey. En die challenge, jullie gaan lachen, man. Dit belooft wat. Niet scherp. Dan gaan we weer. Ja, toch? Wat is Draghi? Nog meer meegemaakt. Huh? Draghi komt eraan. Hij komt eraan. Dit is kaneel. Heb je het wel eens geproefd? Is het vies? Is best lekker, man. Ja. Is best lekker, man. Gaan we dat lekker proberen, toch? Ja, toch? Bro, ik ga je alles vertellen. Alles? Ik ga je alles vertellen dat dus, ik niks hoef te eten. Dus, je gaat niks eten, niks drinken gewoon, hè? Gewoon, ik ga mijn best doen om gewoon niks te drinken, niks te eten, man. Want ik heb gehoord dat het vies is, man. Vies? We gaan vies doen, hè. Sowieso, man. Maar ja, die vragen zijn wel lastig, man. Ik ben benieuwd of je elke gaat beantwoorden, man. Bro, alles. Ik vertel je alles vandaag. Alles? Ja, alles. Jullie hoorden het. Exclusieve interview gaat er komen, want hij gaat alles vertellen, gewoon. Draghi, diezelfde als ik. We gaan alles vertellen. Zo niet, ja. Wel ja. Dan ja, iets drinken, toch? Iets te drinken, ja. Maar wat, vertel even waar je vandaan komt en zo. De meeste mensen kennen je, maar de meeste mensen weer niet ook. Iedereen weet het al. Iedereen kent me. Ja, vertel. Voor de mensen die niet echt voetbal kijken en wie ben je? Je bent? Ik kom, ik ben Vaslav Černý. 17. 17 nog maar? Nee, ik ben 19, maar nummer 17. Oh, dat is 32. Ik dacht, je speelt nog steeds met 32. Maar nu shirtje dat. Nu heb ik 17. Ik ben 19 jaar, ik kom uit Tsjechië. Ik ben een Tsjechische strijder. Maar rijbewijs al of nog bezig? Over 2 weken afrijden, man. Afrijden? Je zegt het nu al gewoon. Dat gaat iedereen je feliciteren. Dat moet je nooit vertellen, man. Ja, over 2 weken verwacht ik berichtjes en zo. Oh! Hey, zelfde jacka? Hey, zelfde jacka, man? Als mij, gewoon. Oké. Nu al gewoon vloggen, gewoon nu al. Nu al, man. Hey! Hey, brother. Pakka. Rustig, man. Ja? Lekker, man. Vloggen en zo? De plek is hier. Vloggen en zo, lekker, man. Jenny had net de camera, maar was gewoon niet aan het vloggen gewoon. Hij is gewoon 20 minuten was het hele dag aan het praten, maar voor de mensen die het hebben gemist. Dan doe ik het samen met Neno. Goed, we hebben deze gekregen. Dus. Love, neem je eigen. Thanks broer. Thanks broertje. En ik man. Kijk op die website, op die domme website van hem. En bestel je eigen. Want je moet het doen. Mooie dingen voor een mooie prijs. Kijk voor deze man. Maar die eerste challenge kan gedaan worden, toch? Wanka. Zijn jullie ready? Tuurlijk. Geen probleem. Kan ik gaan meedoen? Nee, doe niet mee. Nee, doe niet mee. Ik doe mee. De plug doet niet mee? Oh, de plug skip deze man. De plug skip, hè? Zijn enge dingen. Ik ben in. En ik heb gehoord, ik heb gehoord van Channy, hij is gewoon in to alles gewoon. Wie? Channy, man. Channy is into alles, man. Alles gewoon zo. Ja, hij is all around. Maar die eerste ronde is niet zo taai, maar ik denk wie verliest heeft de taai gewoon, man. Hé, maar ik ga niet ziek worden van die dingen. Nee, we gaan niet zieke dingen doen, man. Okay. Het is smerig, man. Laat me het zo zeggen. Zijn jullie vies van elkaar? Nee, niet vies van elkaar. Nee. Niet vies van elkaar, toch? Als ik maar geen plas moet drinken, nog net geen plas is het, man. Maar ik zeg gewoon alles eerlijk tegen jullie, dus dat ik niks hoef te drinken, boeit me niks. Lego. Mooie jas, man. Dankjewel. Oké, man. Heb je glazen? Toevallig van mij. Is het van jou? Toevallig. Toevallig. Schoenen van Channy. Toevallig. Jas van Channy. En die is van de plug, van de Maya. Dus volle oudje niet van jou. Hey, begin. De eerste challenge die we spelen is de tijdbon. Ik noem het de tijdbon. Tijdbon? Per tijdbon. Ja, tijdbon. Dus neem allebei een slokje van je drinken. Nou, zoveel je kan. Maar slik niks door. Niks doorslikken. Neem een slok. Ik ga dat niet doorgeven dan. Ja, kijk. Heb je mond? Ja? Zet het terug in je beker. Kijk maar in de kijk.
van Draghi is terug en dat van Cheney is terug. Dit is uitgevallen gewoon. Betaal je rekening, bro. Hey. Nee, pas op. Hey, hey, wacht even. Nee. Dit is best ironisch. Letterlijk de pluk gewoon. Hey, nee, ik denk dat hij echt op is, man. En je mag nooit spelen met elektriciteit als het aan is. Nee, maar hij is op, man. Hey, gelukkig was het niet de elektriciteitsrekening. Hey, niet, boy, heeft hij zijn elektriciteit betaald, maar oké. Okay. Dat van Draghi is terug, dat van Cheney is terug. Hey, ik heb een beetje tuf. Kijk. Ik ging spiggen. Hé, hey, je hebt tuf, man. Heb je tuf? Ja. Duw. Lekker, kijk, dat mixen we. Oh, lekker. Kijk, twee goede vrienden. Ik kut, ik weet, ja. Ik zie wat er aan komt. Oké. Okay. Hey. We gaan nu. Die gaat bij eentje eindigen, die gaat alles op drinken. Man. Dit is afwis, man. No! Dus ik ga gewoon vragen stellen aan jullie. Als je hem goed hebt, geef je de beker terug. Dus als je vraag niet goed hebt, blijft het bij net zolang je het goed hebt. Wat niet goed. We gaan hem 2 minuten pakken, man. Stem voor wie schaar, voor wie het begint. Nee, schaar. Oké, oké. Het zijn super makkelijke vragen. Niet te moeilijk, gewoon makkelijk, man. Oké. Okay. Ja, start maar, man. Hoe wordt een baby schaap genoemd? Broer, ik snap die dingen niet. Baby schaap. Baby schaap. Een kleine schaap. Een kleine schaapje. Hoe moet ik dat weten? Oké. Voor jou dat broer, wat ben je weggek of zo? Volgende vraag. Welke twee clubs, minimaal twee, noem er twee op, zitten in Rotterdam? Excelsior en Sparta. Ja. Geef maar gewoon, schrijf je. Van dit zijn vaak de hoge van. Welke kleur is een goudvis meestal? Goud. Ja, geef me door. Dit is wel gehandicapt, hè. Op welke kleur paard rijdt Sinterklaas? Wit. Hoe wordt de jong van een kip genoemd? Een kuiker. No! Hoeveel levens heeft een kat? 9. Hoe wordt de jong van een varken genoemd? Pink. Wie was vorig jaar kampioen van de Eredivisie? PSV. Wat is de hoofdstad van Noord-Holland? Dessa! Nee. Wat is de hoofdstad van Nederland? Wat dan? Hey. Wat is de hoofdstad van Spanje? Madrid. Hoofdstad van Italië. Twee minuten exact. Over je nek, man. Maar ja, het is broederschap, man. Kom op. Maar mag ik maar een beetje water bij doen? Nee. Een beetje... Broer, je beseft toch dat je niemand gaat zoenen weer, hè? I know, man. Eerste challenge is gewonnen door Cherny. Twee clubs uit Rotterdam, je noemt Excelsior en Sparta, maar niet Feyenoord. Nee, helemaal niet. Ik heb alle vlogs van jou gezien, bro. Alles, heb je ook geabonneerd, bro? Top, man. Bro, top. Diegene die nog heeft, zeg maar, die niet heeft gedaan. Wacht, we moeten links. Bro, allemaal gewoon abonneren. Want het is fatu, alles is fatu. Elke keer iemand bekend, iemand leuks. Dus bro, ik zeg je eerlijk, ga abonneren op deze man. En dan ga je eindelijk weer een mooie vlog zien. Ik zeg je eerlijk. En je hebt Nederlands geleerd in 2 maanden, toch? Wat dan? Je hebt Nederlands geleerd in 2 maanden, toch? Nee, bro, in 7 maanden. 7 maanden? Ja. Maar ging wel snel, man. Het is wel type, snel. Type, alles. Type, ja, sowieso. Type was het makkelijkste voor me. Lezen is het moeilijkste. Maar ja, praten, ja. Kijk, ik kan eigenlijk alles zeggen. Maar soms moet ik wel even nadenken. Zoals bij schaap. Ja, lammetje. Bijvoorbeeld. Je hoort, je wist wel. Domme taal ook. Zeg jullie eerlijk, het moet me niet waar we zijn. Ik moet zo moe pakken. Cheney in the back. Cheney in the back. Ik hou gewoon donder vast, anders gaat dit plassen. We zijn op Schiphol, we gaan de vriendin van Cheney ophalen. Je hebt hem al niet gezien, toch? Ik heb een maandje niet gezien.
En wat is een model uit Tsjechië? Weet je hoe vaak we op school zijn? Zij is actrice. Actrice uit Tsjechië. Hey, weet je hoe vaak we op school zijn? Ja, niet normaal. Zij is zeg maar... Ik ben heel, heel bekend in Tsjechië. Zeg maar, heel bekend. Ja? Yeah? En zij is zeg maar nog wat meer bekender dan ik. Dus zeg maar heel, ze is gewoon heel, famous heel gewoon. Zij is super famous. Famous koppel! Power koppel! Ja, broer. Ja, hè? En wel eng daarom. Eng, hè? Ik zweer, het is eng. Film dit. Wat is? Ik stuur Charlotte naar Schiphol. Charlotte naar Schiphol dat ze gelijk de wc hier rechts bij de ingang hebben gedaan. Esso naar Schiphol. Esso naar Schiphol. Je gaat ervoor? Ik ga die wc killen, broer. Ik ga wel zien. Wc-pauze, man. Dat is een gedeelte, man. Ja, super leuk. Jenny komt er bij super scherp. Oké, nogmaals. Je hebt niet gefilmd, toch? Dus ik moet deze even erin gooien. Leroy, dikke SO naar jou sowieso. Maar wat kill jij die online? Dat is niet normaal. Wat doet hij? 10, hey, gewoon hoeveel? 10, bro. 10 Insta-foto's. Gewoon 10 Insta-foto's broer, per dag. Sowieso doe ik mee met de dikke SO naar jou. Lang niet gezien, maar broer. Ik was op een moment dat ik dacht, ga ik hem verwijderen of wat? Want broer, half uur bezig met je snaps en zo. Eens druk, man. Broer, nou, heb ik niet gedaan. Ik blijf gewoon volgen en zo. Blijf nee, je checken. Leroy, ik zweer, sowieso respect voor je. Ik vond je altijd koude hard, maar broer, 100 snaps? Ga door, maak er 200 van. Volgende week 300. Kijk, SO gewonnen, hé. Kom van mijn thermo, kijk. Hij heeft hem geklemd bij Ajax. Thermo. Strijder, echt een strijder. Strijder. Mijn chick komen ophalen, zo hou ik van. Chick van Tsjechië ophalen. Ja, dat sterk, wordt man, hey, sterk. Dat is broederliefde. Het worden emotionele beelden. Komt eraan. Hij is aan het wachten, komt eraan. It's been a long day without you, my friend. Luister, ik zeg jullie eerlijk, hij is ons nu al vergeten. Nee, het is normaal, kijk. Hij is iemand in love. Hij is ons vergeten, we zijn er niet meer. We zijn er niet meer, hè? Nee, man, het is uitbeeld, man. Uitbeeld, man. Uitbeeld, alles. Maar het is best bizar. Eigenlijk moeten jullie hun vergelijken met Lil Klein en Monica Geuze. Ja, toen ze nog met elkaar gingen. Ja. Maar dan van Tsjechië. Ja, ik zeg je eerlijk, in Tsjechië. Hij ziet wel vaak screenshots van dingen, toch? Volgen gewoon fotografen en zo, hè? Koude gek. In Tsjechië worden ze gestalkt door fotografen. Maar hier zijn ze vrij. Wat dan? Vrij vogels. Hier, you're free now. No photographers, no paparazzi. No paparazzi, yeah? No paparazzi. Hé, hey broer, het is wel heerlijk, hè? Gewoon ja, geen dingen, zeg. Gewoon freedom, broer. Freedom, hè? Ja, sowieso. Sowieso SO naar Tsjechische paparazzi en Tsjechische sukkels. Sowieso. And we can we let the story begin. We're going out on our first date. You and me are 50, so go and see. We're going to look your bag and look at the way. We zijn alweer bij Tjerni thuis en ik zie dat ze lamp het weer doet. De plug is er ook. Draghi is er. Tjerni en Spelien Sara is er ook. Dus we gaan die challenge doen. We gaan ze 10 vurige vragen stellen. En die moeten ze beantwoorden. Zo niet, dan moeten ze. Kijk, we hebben hier kaneel, een lepeltje kaneel. Rauwe ei. We hebben siroop met melk en zout. Kaneelstokje. En we hebben... verse olie. Olie gewoon. Broer, verse olie. Hey, boy, 10 vragen. Wacht even, tussendoor. Voor mijn hart. Gewoon voor mijn hart. Ik zeg je eerlijk. Wacht. Ik zeg je eerlijk. Sommige vragen kunnen ze niet kunnen. Deze vraag, je gaat sowieso pakken. Nee. Ik zweer, je gaat sowieso pakken. Nee, nou, eerlijk. 100%. Ik ja, 100%. Oké, jullie willen onze beurt, toch? Ja. Wie is zenuwachtig? De eerste. Ik zou pakken. Nee, we hebben dezelfde vraag, toch? Luister, ja, dezelfde vraag. Ik zeg eerlijk, als ik dit zou doen, ik zou bij de eerste vraag al zo gelijk pakken. Oké, vast maar beginnen.
Gooi het maar, gooi het. Je bent er klaar voor, bro? Oké, de eerste vraag, ja? Wie is het slechtste van je team? Je moet een naam noemen. Ja, maar je mag jezelf niet kiezen. Kom op, hey. Succes, Mickey! Dit is wel net een baas. Nee, baas, man. Als je iemand snitch, ben je een baas. Ik zou het niet doen. Dan ben je een grote man. En er staat nog op YouTube, hè? Ja, maar denk, laat maar denken. Wie ga ik snitchen? YouTube, hè? Je wordt gecheckt. 1 miljoen kijkers. Je gaat hem klemmen? Bro, ik had toch... Nee! Ik had nu gewacht! Ik snits hem op! Ga ik niet dood of zo? Nee, nee, we hebben je, we hebben je. Je slikt er gewoon door! Kan niet! Met je domme spel. Hey, het brandt niet op, man. Kan we altijd zeggen nu? Je hebt het voor het team genomen, man. Nou, man, ik zeg, mag ik iets toevoegen? Ja. Ik deed alsof ik nadenk, maar ik wist vanaf moment 1 dat ik niemand kan snitchen. Kan niet, broer, dat doen we niet. Wie is het slechtste van je team en je mag jezelf niet noemen? I know, je gaat op YouTube met een miljoen kijkers als je iemand snitcht. Je moet sowieso dit. Ja, jij zei al tegen mij, ga neem. Je moet. Ga je iemand snitchen? Is het Kaneel of is dat die ene? Is het die ene speler? Boys, ik hou voor jullie allemaal. Jong Ajax, shout out aan jullie. Ja. Deze doe ik echt voor jullie, ik zeg jullie eerlijk. En deze voor het team. Deze doe ik echt voor jullie. Loes, jullie zijn allemaal koud. Deze is voor ons. I know. Dat moeten we in herhaling zien. Oké, Draghi, hoeveel geld heb jij op je spaarrekening en je moet het vertellen op de centen na? En je kan niet zeggen, je weet het niet, want Rabo staat op je telefoon daar. Ga je doen? We hebben familie spaarrekening toch? Nee, jouw spaarrekening. Jouw spaarrekening. Dit zijn privézaken. Ja, daarom. Dus kijk eens. Alsjeblieft, pik. Kon ik bij jou eens naar Oesje? Ja. Dit kan je niet zeggen. Otaska. Nee, dat kan je niet zeggen. Dat kan je niet zeggen. Dit is gevaarlijk. Daarom zeg ik. Kijk eens, alsjeblieft. Proost voor jullie allemaal. Proost. Hé? Hé, doe je het. Nee, luister. Voor dit doen we. Echte broeders, man. Jullie zijn echte broeders. Oké. Jouw vader, jouw moeder en je zus zitten in gevaar. Wie zal je redden? Je moet er één kiezen. En in danger is gevaar. Ben je helemaal gek? Zeg ik dan? Zo van de best bedje? We bereiden nog een koza graag. Bro, je weet dat je het niet kan krijgen, man. Ze pak hem weer samen. Maar kom op. Proost weer dan gewoon. Ah, maar mag ik heb hond, mag ik niet erbij? Nee. Ja, jij doet het. Je hond doet de challenge niet, man. Succes, pik. Biologische aardappelsiroop. Die heb ik met Oliveira. Met melk. En zout. Ja, een klein beetje zout. Ja, bro, deze valt mee. Deze valt mee. Zeezout nog wel. Zeezout. Ja, gezond, man. Gewoon natuurlijke ingrediënten. Hij heeft een klein slokje genomen. Wat is dit? Klein slokje? Ja, lekker, man. Hey, zie je? Hey, bro. Wat zegt? Broer, eerlijk. Deze was gewoon... Want ik wist, deze vraag was een beetje zwaar. Kreeg je dit deze gewoon... Is gewoon lekker, man. Gewoon lekker shaky. A few moments later. Ja? Ik heb dingen meegemaakt in mijn leven. Ik heb dingen gedronken, dat weet hij.
Ja, omdat je veel deze ding. Mama heeft veel gezond. Dus hij is ongeveer tot hier. Kijk, hij is tot hier. Kijk, gaan we zien, let op deze. Gaan we op. Oh ja, hij roert nog een. Wat vind je? Laat eens los. Laat eens los, alsjeblieft. Oh, dit zijn strijders, man. Dit zijn strijders. 2 miljoen bij Feyenoord verdienen? Ja. Of 20.000 bij Ajax? Is wel veel geld, man. Nee, zeg je eerlijk. Is wel veel. Ajax. Maar is wel is geen club bij je... Sowieso 20.000 bij Ajax. Jenny. 20.000 bij Ajax. Draghi. Wie is je lelijkste ex / scharrel? Wauw, ik kan nu eentje pakken, maar dan ga ik vechten. Praten, ik heb ook gepakt. Ja, ik heb sowieso. Ik schil het, ik moet snitje voor en achterna. Broer, M.O.P. Kijk de camera in. Sorry. Yo, nog persoonlijk. Maar ik wil niet vertellen dat het niet leuk was ofzo, maar... Ja, dan moet ik wel gaan van Rosalie. Oh. Oh. Sorry. Journey. Yo. Wie is je lelijkste scharrel? En je moet een naam. Of je gaat chappen. Ook scharrel. Ja. Maar nee, ook scharrel. Dus niet verder. Alleen maar lekker. Kijk de camera in. Persoonlijk ook nog. Oh, yo. Nou, dan denk ik wel dat ik voor dezelfde ga als Draghi, man. Dat is? Dat is Rosalie, man. Zelfde? Zelfde? Ja, ik moet hem joinen gewoon. Dat het is gewoon zo. Broeders delen alles, toch? We delen alles. Aan wie zal je nooit geld uitlenen? Noem zijn naam. Hoe zeg je het zo? Ja, man, dan ga ik voor dinges, man. Kijk de camera aan. Ja, maar ik heb eigenlijk al wel voor hem betaald, maar... Lenen? Geld lenen? Nee, dan ga ik wel voor... Hij heeft het moeilijk, hè? Fayo Glim, man. Hoe? Nog het duidelijkste naam? Fayo Glim. Hij was mijn teamgenoot van NAC vroeger. Persoonlijk. Wie? Zal jij nooit geld uitlenen? Die is lastig, man. Maar ik denk dat ik... Ik zou nooit Philip Sander geld lenen, want hij heeft al genoeg. Philip Sander? Ja, Philip Sander. Van de verdediger van Zwolle? Ja, ja. Van de verdediger van Zwolle? Ja. Met de krullen? Hij heeft al met de krullen? Dus, die zeg maar Mattie van ons is. Ja. Zo Mattie. Maar ik zou hem nooit geld geven. Wie heb je voor het laatst geappt en waar ging het over? Eerlijk, gewoon... Allerlaatste app. Dat zeg ik, was haar. En waar ging het over? Zij is net geland, dus ik vroeg waar ze is en waar moet ik staan bij Schiphol. Dat is wel lief, man. Ja? En ja. Als bewijs kun je het laten zien dat het zo is? Dat is wel schattig, man. Oh nee, helemaal niet. Sorry. Als bewijs heb ik hier. Helemaal vergeten. Mijn vader vroeg alsof ik al met Sarah ben. Ik zei ja, ik ben met haar. En ze groetjes ook naar haar. Hier, jullie begrijpen helemaal niks, want het is Tsjechisch. Maar tata betekent papa. Wie heb je voor het laatst geappt en waar ging het over? Kijk, ik heb hier niemand geappt. Hier mijn pa was vandaag nog. Dan ga ik naar Fireteam met zo'n groepsapp, ook niet. Ja, en dan mijn broer, man. Om Wat staat er? Wat heb ik gezegd? Begin die? Niet beginnen zonder mij met die vlog. Ik zeg, kom, we wachten dan te lang. Ik kom er aan. Als papa niet had geappt, was jij dat nee, hoor. Ja. Wie heb je voor het laatst gedm'd en waar ging het over? Oh, ga ik nu voor jullie openen. Nee. En ik zeg jullie nu per direct. Ik heb voor het laatst gedm'd 3 fans. Ik had op live Insta had ik schoenen verloot van mezelf, van Fasha en van Neno. Ja. En die 3 winnen meet and greet en zo met ons en voetbalschoenen morgen. Als jullie bewijs, kijk.
Hier, ik heb het geappt. Kijk, was vandaag. Kijk, zie je? Clear. Om 8 uur. Kijk. We geloven je. Die staat bovenaan, man. Dus ik kan niet in en aan halen. Wie heb je voor het laatst gedm'd en waar ging het over? Ik heb niet gedm'd. Maar er staat, zeg maar, mijn laatste antwoord op DM. Ja? Is van een fotograaf van de Eredivisie. Op Instagram natuurlijk. Dat is DM. Ja. Is een vrouw. Ja. Toevallig een mooie. En zij zegt, succes toppen. Zag dat je back on the pitch bent. Ik zei, hey schat, ja niet dat je. Kijk, bewijs. Mooi hoor. Mooi hoor. Dus, sterk. Welk teamgenoot ruikt het minst fris? Dus wie stinkt het? Ja. Wat is de vraag? Wie het meest stinkt uit mijn team? Ga je iemand snitchen? Ja man, ik zeg je eerlijk. Ga je snitchen? Ja man. Je gaat snitchen? Is mijn buurman, ik zeg eerlijk, Nathan Leider. Kijk. Oh, ja. Nathan Leider, hij laat altijd scheten, ik zeg je eerlijk. Oh, ja. hij stinkt sowieso niet, dat niet van. Maar hij laat af en toe wel een pifje. Dus af en toe wat kaas. Ja, die is wel gewoon stevig Franse puf. Gewoon Franse puf van hem, ja, die ruik je wel goed, man. Dus. Eerlijk is eerlijk. Gaan we de volgende doen? Mag het alsjeblieft van jong Ajax zijn? Ajax, één. Jij bent de één, hij is. Oké. Welk teamgenoot stinkt? Ik wil meestal wel weten wie ik zo snitch. Laat me even denken, ja. Ik ga hem sowieso gooien. Je gaat snitchen? Ja, want het is eerste man van je team. Want het is eerlijk, want iemand stinkt zo. Wij stinken allemaal, maar iemand? Eén iemand? Met deze wil ik Esso Natulani Serrero doen. Nee, ben je niet de wc, man. Want als die man, als deze man voor jou in de wc was, dan kon je eigenlijk die dag, zeg maar, niet zelf de wc in. En als die Zuid-Afrikaanse poeja laat, dan ben je ook brokkel, man. Dus dan met deze sowieso Esso naar jou toe, ik zie je morgen. Ben je wel eens vreemd gegaan? Zo ja, met wie? Jammer genoeg. Geen goed voorbeeld voor iedereen. Ik ben gewoon vreemd gegaan. Wat niet mijn bedoeling was. Moet ik ook naam zeggen? Alles. Ja, met wie? Nee. Ik ben vreemd gegaan met. Hoe heet dat met zijn achternaam? Rowan. Hoe noemt ons met zijn zusje? Vreemd gegaan met haar. Nee. Ik had vriendin die ik met haar het bed deelde. Dat heb ik zie je. Jammer genoeg. Breaking news. Rowan, hoe? Rowan? Ja, Rowan Rijper. Toen hij met Rowan Rijper. Toen hij met Oda was. Yep, met Rowan. Ja, Rowan Rijper. Was een foutje, zei hij. En die 20 anderen ga je niet noemen. Yo! Lekker. Ben je wel eens vreemd gegaan? Zo ja, met wie? Toen ik mijn allereerste vriendin had, die kwam natuurlijk uit Tsjechië. En toen was ik, zeg maar, al naar Nederland gegaan. En toen ging het helemaal mis. Dus ik ging, zeg maar, vreemd met mijn toekomstige, hoe heet dat, vriendin. En dit was? Dat is dus Luca van der Vliet. Dus een S van Luca van der Vliet. Zo, sowieso. Luca van der Vliet, die zit er echt niet lekker in, hoor. Want je bent in twee vragen voorgekomen. En dan weet je dat het niet lekker is. Nee, maar dus, dit is wel goed. Ja, dit is wel juist goed. Ja. Want ik ging, zeg maar, vreemd, toen ging ik met haar. Yeah. Dus je bent het hier gewoon aan het goed praten, hoor. Hey. Nee, ik wil het een beetje goed maken, toch? Opnieuw. Sterk, man. Strijders. Is het klaar? Hoeveel vragen heb je beantwoord? 10. Zeker 5. 5 hebben jullie gewoon geantwoord. Broer. Ja, ja, de rest hebben jullie gewoon pijn, ik zeg jullie eerlijk. En ik voel me niet lekker en ik voel me licht in mijn hoofd. Dat komt door die kaneel. Dus voor jullie Draghi gaan zoenen, weet je. Even nadenken, de eerste challenge wat je hebt verloren. Ik ga zo meteen wel wc in. Verkotsen door deze man. Maar ik moet zeggen dat het leuk was. Was ontspannen. En check dat. Check dat shit, man.
Deze kicks heb verloten. Ik heb ze mee gespeeld. Dat zie je nog. Weet je nog welke wedstrijd of welke periode? Ja, best wel wedstrijden. Sowieso in de arena ook. Dus ik heb ze wel gedragen. Man. Daar ga je, broertje. Dus bij 615 blauwe duimpjes wordt de kiksen van Cherry verloot. Draken gaat ook kiksen weggeven. Bij 688, man. Bij 688. Ja, bij 615. Nee, luister, ik regel voor jullie nu, ook al zegt hij het niet, mijn kiksen en de kiksen van Nemanja. Dus twee paar bij 688 blauwe duimpjes. Dus jullie horen het. Ja. Gewoon liken. Winnaars worden bekendgemaakt zodra de likes aantallen worden gehaald. En bedankt voor het kijken. Zeg even nog wat in Chinees. Ken je wat in het Chinees? De plug. De plug. Ik weet alleen niet hoe, ma. Hoe gaat het? En wat is doei? Dat weet ik niet. En wat is ik heb doekoe? Sowieso bedankt voor het kijken. Later boys. Vergeet niet te abonneren. Later. Wat ik al zei, abonneer deze man. En ik zie je snel. Tjallas.